zijn we weer en we maken ons op voor de finale tussen Jouders Praha en Olympia Haarlem. Daar komt de volgende pitch van Linkova. En nou is hij weg. En het was er een lekkere tik, Marielle. Komt hij op de terug? Hij wordt er nog gemist. Gaat door. En hoppakee, op het tweede honk. En Jesse van Aals binnen. 1-0 voor Olympia. Lekkere tik van die vleugel, zeg. Goed, die gaan nu eventjes alles wat ze kwijt wil geven aan de coach. En ineens zijn we er weer helemaal bij. En ineens hebben we er weer zin in. En ineens willen we weer van alles. Nou goed, daar staat Lisa klaar. Daar komt die pitch van Linkova. Hoppakee, en weg ermee. En die komt aan deze kant en die valt daar. En dat betekent dat Marielle op snelheid thuis komt. En dat is het tweede punt van Olympia. Lekker gedaan, meiden. En daar is Lisa op het eerste honk. En wachten wij op de volgende slagvrouw, de aangewezen slagvrouw, Franka van Dijk. We zitten in top 1. We zitten met 2 nullen. En Van Dijk aanslagen er wat even gestolen. Hebbes. Pick Hebbes. Het is winter. Tenminste, dat, zo voelt het hier aan. Nou, ik vind het hier. Op het veld voelt het hier zwaar. Franka. Tak! En die is ook raak. Maar redt ze dat? Ja. Ja. En door hier. Oh, slimme actie hier van Lisa Hop. Die daar binnenkomt als derde punt. Een derde score na deze Franka-klap. Zal ik maar zeggen. En waarbij het veld van Jouders toch wel even in de war was. Oké, Cindy staat er in ieder geval klaar voor. En dan komt die volgende pitch van Linkova. En die wordt weggemitterd. En waar komt die terecht? Ja, die is los en daar gaat ze hoor. Wordt dit een home run? Kan dat? Nee. Een stand-up triple. Nou, lekkere tik daar van Cindy van der Zanden, zeg. Goed, daar staat Jesse klaar. En daar gaan we die pitching afwachten van Linkova. Jesse weet wat ze moet doen. En die tikt hem. Oh! Gaat hij dwars door die tweede honkvrouw heen? Het is ongelooflijk wat een tik, zeg. Ja, dit is. Dit is topklasse. Dit is. Ja, maar die was ook hard, hoor je. Ja, daarom. Want die ging er met de handschoen naartoe, dan was die bal al 2,5 uur weg. Nou. Oké. Ik zou hier wat van kunnen vinden. En. Er zullen vast wel wat mensen zijn die weten wat ik bedoel. Want kijk maar hoe dat ze naar die bal gaat. Ze gaat die bal van bovenaf aanvallen met de handschoen. Ja, dan ben je te laat. Zij toch. Daar komt die pitch. Hoppa, weg is hij. En waar komt hij terecht? Oh, die wordt gemist denk ik. 1 punt binnen. 2 punt binnen. En daar is Franka op het derde honk. Een trippeltje. Goed, er zijn 2 punten binnen. Er zijn er 6 nu voor Olympia. En Jenny Benkveld die is onderweg naar de box. We hebben nog 1 loopster dus op het derde honk. En dan gaan we weer verder. 1-0. Daar komt die volgende pitch van Linkova. Beekveld die staat... Oh, die geeft hem ook alweer een enorme tik daar in dat... Linksveld en jou hoor, dan is weer een punt binnengeslagen. En kunnen we zeggen dat het 7-0 is voor Olympia in deze top 3. En een slag. En de snelheid blijft er gewoon in hoor. 65 mijl. 1-1. Oeh, die gaat nog een slag proberen te maken. Niet slim. Ja, natuurlijk is dat de slag. Ja, natuurlijk is dat de slag. Ze gaat dan naar die bal toe. Dus 1-2 hier. Niet erg handig van Aneta Molentova. En dat is een strikeout. De zoveelste. Goed werk weer van Lisa Hop.
En dan gaan we naar de volgende slagvrouw en dat is Jana Furkova. De linksveldster die hier regelmatig voor onze tent opereert. Hier komt die pitch. Zo. Noteert u maar even een slag. En nog een slag met 66 mijl. Twee slag kaal hier voor Furkova. Komt de volgende pitch. Hoppakee, en nu aanvallen het ding en gooien. Goed, ja, hoor. Prima gedaan. 4-3. Prachtig spel daar. Ik dacht Machtels naar Amy. 2-0. En aan slag is nu Julie Kufalova. Hop. Het is ongelooflijk. Die pakt me daar even een bal. Die komt er met een rotgang op die pitcher af. En het is de derde nul. En het is, ik denk einde wedstrijd. Kan me niet anders voorstellen. Einde wedstrijd, dames en heren. Het is 7-0 voor Olympia. Die daarmee dit toernooi wint.